welkom bij het kanaal van Lucky Bastards. Vandaag kijken we naar de spelregels van Gingerbread House, Peperkoekenhuisje. Ja, het lijkt erop alsof wij een prachtig huis willen bouwen in het toverbos en zoveel mogelijk van deze sprookjeskarakters aan te trekken. En ja, we zijn eigenlijk heksen, dus wat is de volgende stap dan? Wat doen we met die sprookjeskarakters? Ik denk dat je wel weet hoe het verhaaltje ongeveer gaat, maar het is het idee dus dat we een beste peperkoekenhuisje gaan bouwen. Hoe dat moet, dat zie je hier. Wil je weten of het de moeite is om deze te kopen? Binnenkort zie je ook mijn review als je de link hier ziet verschijnen. Iedere speler krijgt in het begin een spelersbordje. Je mag kiezen of je voor- of achterkant neemt. Dan moeten we bepalen of we het basisspel of het gevorderde spel willen spelen. Voor het basisspel gaan we het met deze kant van de kaarten spelen. Dat zijn puntenkaarten. Voor het gevorderde spel gaan we met deze kanten spelen. Dan heb je echt doelen nodig. Voor de gevorderde variant is het heel simpel. Per heks die meedoet ga je willekeurig 3 kaarten ervan nemen en openleggen. Kies je echter voor de gemakkelijke variant, dan ga je bepaalde nummers moeten zoeken afhankelijk van het aantal spelers. Ben je bijvoorbeeld met 3 spelers, dan wil je alle cijfers die hier liggen hebben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7. Ben je met 4, dan neem je willekeurig 12 kaarten, dan doet het er niet toe. En speel je slechts met 2, dan is het telkens 1 kaart van 1 tot 6. Overige kaarten mogen in de doos. Dan hebben we de karakterkaarten, schuffel die en zorg dat er 4 open liggen. Maak ook voorraadjes van de traptegels en de jokertegels. Iedere heks begint al met 1 traptegel. Dat mag je hier naast het bord leggen, daar is plaats voorzien en je mag er dus maximum 4 hebben. Zorg er ook voor dat de peperkoekenfiches in 4 kleuren binnen bereik staan van de spelers. En dan hebben we de verschillende dubbele tegeltjes. Telkens met afgebeelde peperkoeken of nog een paar andere symbolen. Meng die gedekt door elkaar en geef aan iedere speler de willekeurig 15. Van die 15 mag hij er 3 openleggen voor zijn neus. Bepaal dan ook een startspeler, dat is de heks die het meest recentelijk een bos heeft bezocht. En dan te beginnen met de speler rechts van de startspeler en tegen de klok in, mag iedere speler 1 van de karakters kiezen die hier open liggen. De kaart wordt niet meteen vervangen, pas wanneer alle spelers gekozen hebben, worden terug aangevuld tot 4. Het kaartje dat je kiest, dat leg je boven jouw bordje. Je hebt hier 2 poortjes. Je kan dus eigenlijk altijd 2 karakters hebben die je eigenlijk al reserveert om naar jouw huisje te lokken. Als alle spelers hebben gekozen, vullen we terug aan tot 4. Voor het kiezen kan je je vooral baseren op de 3 tegeltjes die je reeds ziet. Ik heb hier bijvoorbeeld veel hartjes op staan. Dus dan is het misschien interessant om eentje met veel haartjes te nemen. Wat betreft de opstelling is dit alles. Ik ga wel met de gevorderde variant spelen vanaf nu, dus ik ga deze kaartjes gewoon omdraaien. De bedoeling van Gingerbread House is dat we ons peperkoekenhuisje zo aantrekkelijk mogelijk maken voor alle sprookjesfiguren die we dan kunnen lokken met ons snoepgoed. Een beurt is heel simpel, te beginnen met de startspeler natuurlijk, gaan we telkens een tegeltje leggen. En dat tegeltje mag je op 2 van de 9 vakjes leggen. Je mag dat zelf beslissen hoe. Later in het spel kun je ook hoger leggen, maar dan is het wel de belangrijke regel dat je altijd meerdere tegeltjes bedekt. Dus je kan niet op dezelfde positie leggen als het tegeltje daarnet onder. Je mag altijd 1 of meerdere trapjes gebruiken om het niveau gelijk te maken voor 1 van beide zijden. Dus je mag niet 2 trapjes naast elkaar leggen en daar opbouwen, maar dit mag nu wel. Dus ik bouw hier en ik bouw deze daarop, want nu is het op hetzelfde niveau. 1 keer per verdiep zal je wel een trapje moeten gebruiken, want het zijn 9 vakjes en deze zijn per 2. Dus hou daar rekening mee. Maar wat gebeurt er nu wanneer je iets bouwt? Wel, dat is heel simpel. Je bedekt altijd 2 dingetjes en de dingen die je bedekt, dat zijn de dingen die je krijgt. Dus als ik me hier zou leggen, dan krijg ik dus een groen peperkoekje. En dit is het symbool van een extra trapje, dus dan krijg ik een trapje uit de voorraad. Denk eraan maximum 4, denk eraan maximum 10 van alle kleuren tezamen. En dan blijft dat hier liggen voor de rest van het spel. En dan gaat de speler links van mij en zo rond tot ik terug aan de beurt ben. En dan kan ik ook bijvoorbeeld hetzelfde doen door eerst een trapje te leggen en dan daarboven een nieuwe tegel te leggen. Het is altijd wat je bedekt dat je krijgt. En bedek je 2 dezelfde figuurtjes, eventueel zichtbaar doorheen 1 of meerdere trapjes. dan krijg je nog een bonus. Dus nu krijg je geen 2 haartjes, maar je krijgt 3 haartjes. Je bent bijgevolg dus niet verplicht om eerst een verdiep af te werken voor je aan het volgende begint. Dat beslis je zelf hoe je dat aanpakt. Natuurlijk, iedere keer dat je een tegel legt, moet je er ook eentje bij rapen. En van zodra deze stapel op is, is het spel afgelopen. Dat is dus een heel eenvoudige timer. De meeste beurten gaan uit dat bestaan. Je hebt nog een extra stap. Welke symbolen hebben we hier nog? Wel, deze pijl wil zeggen dat je één grondstof mag omwisselen naar een andere. En dit wil zeggen dat je één van de karakters gevangen mag nemen. Als je niet geïnteresseerd bent in de karakters die er liggen, mag je er ook 3 van de stapel nemen en dan kiezen welke van deze 3 dat je gaat houden. Je hebt hier maar plaats voor 2 karakters om te leggen, maar je mag bij het nemen van een nieuw karakter altijd 1 van de vorige beneden aan de dek leggen, om die in te ruilen tegen een betere. En dan hebben we de wild tile, als je die kan leggen, als je die kan bedekken, bijvoorbeeld dit toe en dan leg je dat iets bovenop, dan mag je kiezen welk symbool dat is. Dus dan mag je kiezen dat dit een hart is bijvoorbeeld, maar stel dat het dan zo is en ik wil mijn trap bijvoorbeeld hier leggen, dan kan ik dat zo bedekken. En dan telt dat wel niet als 2 haartjes. Ook al zou ik kunnen zeggen, ik neem hier een haartje voor en hier ook. Dit zijn niet 2 dezelfde symbolen. Ik krijg pas een extra bonusfiche als ik 2 jokertegels heb naast elkaar liggen. En als ik die bedek, dan krijg ik een derde actie naar keuze. Want je mag bij een jokerfiche mag je kiezen voor eender welk soort peperkoek. Maar je mag ook kiezen voor de andere symbooltjes. Je mag iemand gevangen nemen of je mag ruilen of je mag een trap bijnemen. Wat je verkiest. Nu, dit is de beurt die je meestal gaat doen. 1 tegel leggen, een tegel bijrapen. Er is nog een extra actie daarin begrepen, maar het zou kunnen dat je niets kan leggen. Dat het niet uitkomt, dan mag je ook passen. En dan mag je 2 trapjes nemen uit de voorraad. En die hier leggen, mits dat er nog plaats is. Nadat je een tegeltje hebt gelegd, mag je ook altijd 1 van jouw karakters die je al hebt gereserveerd, of 1 beschikbaar daar, mag je die gevangen nemen. Dat doe je dus door de grondstoffen te betalen. Stel ik 5 hartjes had in plaats van 4, dan ga ik ze allemaal af. En dan kan ik alles van hier naar hier leggen. En dan heb ik dus eigenlijk punten verdiend, 6 in dit geval. Je mag ook meerdere karakters gevangen nemen in dezelfde beurt, moest je genoeg grondstoffen hebben daarvoor. Dus moest ik nog 2 groene en een blauwe hebben, kan ik die, of 2 groene en een gele, kan ik de jager ook gevangen nemen. En die worden zoals gebruikelijk altijd bijgevuld. Wanneer je een karakter gevangen neemt, mag je ook altijd een jokertegel, een wild tile nemen. Die moet je dan meteen op het bord leggen. En ja, die werkt zoals alle andere tegels buiten dan dat het maar 1 vuiltje bedekt. Het zou kunnen dat je na afloop van het leggen van de tegel en eventueel iemand gevangen nemen, dat je eigenlijk een volledig niveau hebt gevuld. Dat mag niet bijvoorbeeld bij nog een enkel trapje zijn. Als je een trapje legt, moet je dat ook meteen overbouwen. Maar nu heb ik dus het onderste niveau volledig gevuld. Dus dat wil zeggen dat ik level 1 compleet heb. En wat krijg ik dan? Wel, dan krijg ik een puntenkaart. In het basisspel ga je waarschijnlijk gewoon de maximum punten nemen. Dat is niet deze, dat is deze bijvoorbeeld. En je hebt dan 3 plaatsen om die aan te leggen. Hier, de 3... ja, boomgrotten of wat moet ik er tegen zeggen. Dus je pakt gewoon de maximum punten. In het spel voor gevorderden staat er echt een doel op. Bijvoorbeeld, dit is een broom. Je krijgt 2 punten per cheerful character. Op ieder karakter staan namelijk 2 symbooltjes. Deze of het een goed of een slecht karakter is. En dit is het soort karakter. In dit geval is het geen menselijk wezen, dus je hebt de mensen en de niet-mensen. Dus dan krijg je met deze kaart 2 per cheerful character. Dat geldt voor de karakters die ik al heb verzameld en de karakters die ik nog ga verzamelen op het einde van het spel. Er staat ook een maximum bij als het zo'n gemakkelijke kaart is zoals deze. Maar er zijn ook heel andere doelen, bijvoorbeeld bij deze chimney wil je minstens 8 niveaus hebben. Dat hoeft geen niveau te zijn dat volledig af is. Dat mag ook 1 tegel zijn en dan kan je recht omhoog bouwen. Tenminste, als je zo trapjes hebt, want je mag niet een tegel exact op de vorige tegel leggen. Onthoud dat nogmaals. En zo speel je dus verder totdat de 15 tegeltjes op zijn. Dan tellen we de punten op de kaartjes. We tellen ook de punten op de karakters die we gevangen hebben genomen. Dit, als we hier nog hebben liggen, dat is geen strafpunten. En dan krijg je ook nog 1 punt per 2 peperkoekenfiches die je nog over zou hebben. Dat hoeft niet van dezelfde kleur te zijn, maar wel altijd afgerond naar beneden. En dat was het dan wat betreft Gingerbread House. Bedankt voor het kijken naar deze video. Abonneer en dan zie ik je volgende keer weer. Bye bye.